Juli 2020 wordt veelal beschreven als een koele maand. Sterker nog, de komende jaren zullen we vaker te maken krijgen met koude maanden en dat terwijl de aarde opwarmt. Hoe rijmt dat met elkaar? Dat vraagt om opheldering en zo vond ook Tom Klein, Weerplaza, legt dit je uit. Meer koelere maanden in een opwarmend klimaat. Het klinkt misschien gek, maar de komende jaren zullen we er meer van gaan zien. Ja, hoe dat nou komt, dan moeten we eigenlijk eerst gaan kijken naar wat het klimaat nou precies is. Heel veel mensen denken dat weer en klimaat hetzelfde zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Het weer is echt een momentopname, dus het weer op een specifiek moment. Het weer is ook heel grillig, zeker in ons land kan van tijd tot tijd sterk verschillen. En een langere periode van aaneengesloten weer duurt in ons land nooit lang. Maar weer en klimaat hebben wel degelijk met elkaar te maken. Het klimaat is het gemiddelde weer in een regio over een periode van tenminste 30 jaar. Doordat het een gemiddelde is van het weer, worden bepaalde uitschieters als het ware gefilterd. Het klimaat is wel gebaseerd op het weer en daardoor kan het toch iets zeggen over het weer dat je in een bepaalde periode op een bepaalde plek kan verwachten. Net als het weer kan ook het klimaat natuurlijk veranderen. Bij het weer gaat het heel snel, soms van dag tot dag of zelfs binnen een dag. Maar bij een klimaat duurt dat heel erg lang en gaat het ook heel langzaam. Het is natuurlijk een gemiddelde over een periode van tenminste 30 jaar. En klimatologen berekenen het klimaat elke 10 jaar opnieuw. Dat gebeurt dan over de periode voorafgaand aan die nieuwe 10 jaar. En dat betekent dus dat we, als we het nu hebben over het normaal, dat het gemiddelde is van de periode 1981 tot en met 2010. Nu is het jaar 2020 bijna voorbij, dus vanaf 1 januari 2021 spreken we over het nieuwe normaal, want dat is dan berekend over de periode 1991 tot en met 2020. Vanaf 1 januari beginnen we dus te berekenen met de nieuwe klimaatnormalen en die zijn een stukje hoger dan de huidige klimaatnormalen. Dus we zullen volgend jaar waarschijnlijk meer maanden gaan zien met een lagere gemiddelde temperatuur dan gebruikelijk. Maar omdat de aarde steeds verder opwarmt, zagen we de laatste jaren juist heel veel maanden die te warm waren. Een maand die dus dit jaar normaal verloopt, zal volgend jaar met dezelfde temperatuur zelfs iets aan de koele kant zijn. En nee, door meer te koele maanden is de opwarming van de aarde niet ineens voorbij. Sterker nog, de verwachting is dat de opwarming van de aarde de aankomende jaren onverminderd doorgaat. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt die beantwoord in de volgende video. Tot de volgende keer.